dacht ik wel, oh, dit is echt awkward. Hoi, en leuk dat je kijkt. In deze video beantwoord ik jullie vragen rondom het thema school en werk. Het is een Q&A. Ik doe altijd een thema Q&A en een algemene Q&A. En dit keer is het een thema Q&A met school en werk natuurlijk. Jullie zijn allemaal weer begonnen met school of met werk. Of misschien heb je net als ik gewoon de hele vakantie ook gewerkt. Maar het leek me leuk om daar wat vragen over te beantwoorden. Ik ben nu in een andere plek. Ik ben namelijk in het huis van mijn zus. Daar mocht ik 2 weekjes in met Daniel. Of misschien iets langer dan 2 weken zelf. Het is al bijna afgelopen helaas. Maar ik heb nu dus nog een video en ik ben hier dus in een andere plek. Dus dan weet je dat. Dan ga ik nu snel jullie vragen beantwoorden. Het zijn vooral heel veel vragen over school. Dus die ga ik eerst beantwoorden en daarna nog de werkdingen. Ik heb ook een My School Story tag gedaan vorig jaar. Dus daarin vertel ik ook nog heel veel dingen over school. Dus mocht je wat meer willen weten over mijn school, hoe dat was, wat er leuk was, wat niet leuk was. En heel veel soorten vragen rondom school, kan je die even kijken. Jip van Walray, als ik een naam verkeerd uitspreek, sorry trouwens, ik ben er heel slecht in. Maar zij vraagt lievelingswinkel om schoolspullen te kopen. En dat zijn toch wel V&D en HEMA, die vind ik geweldig. V&D heeft eigenlijk alles. Tassen, schriften, agenda's, boeken, van merken ook. En HEMA die heeft gewoon heel veel leuke pennen en agenda's en kleine dingetjes, zeg maar. Ook wel tassen volgens mij. Maar die twee, ja, daar ging ik heel graag heen om inkopen te doen. Romy M vraagt welke reizen had je op jouw school? En ik deed VMBO. En dan had je niet zoveel reizen. Dan ging HAVO ging ook wel eens naar, weet ik veel, Italië of zo. En dat hadden wij niet. Super jammer eigenlijk. We zijn een keer naar Duitsland geweest, naar Movie World. Wow. En verder had je zeilweek en zo. Maar ik ben wel mee geweest 2 keer naar reis naar Taizé. Dus een jongerenklooster in Frankrijk vond ik heel erg leuk. En daar heb ik Daniel ook ontmoet. Dus dat is ook wel heel erg leuk. Ja, als ik daar niet bij mee was gegaan, had mijn leven er nu misschien heel anders uitgezien. Dus daar ben ik 2 keer bij mee geweest. En verder heb ik niet echt reizen gehad met school. Wel een keer een kamp of zo. Maar niet heel veel reizen. Vond ik wel jammer op zich. Noahtje 21 vraagt, welk jaar op de middelbare school vond je het leukst? En dat was sowieso de eerste klas. Ik had een hele leuke klas, een hele leuke mentor. En werd niet gepest of zo. Soms heb je als er groepjes vormen en dat er nagedaan wordt tegen verschillende mensen. Of dat een aantal mensen heel erg de aandacht trekken in de klas. Dat was toen helemaal niet. En het was gewoon gezellig. En ik had vriendinnen. En die vond ik echt heel erg leuk. En dat scheelde ook wel heel erg. Ik zat eigenlijk gewoon op een veel te laag niveau. Dus ik haalde allemaal hoge cijfers zonder dat ik echt heel veel hoefde te doen. En dat is natuurlijk ook super chill eigenlijk. Dus ja, de eerste vond ik echt het allerleukst. En dan kunnen we meteen door naar de vraag van Kiki Schunnske. Welk niveau deed je op de middelbare school? En dat heb ik eigenlijk heel veel niveaus gedaan. Ik begon in de eerste bij leerweg ondersteunend. Dat is zeg maar het laatste van VMBO. Je hebt dan ook nog praktijkonderwijs daaronder weer. Maar dat was dus het laatste van VMBO. Dus LWOO, leerweg ondersteunend. Dat was gewoon heel erg makkelijk. En toen ben ik in het tweede jaar een niveau hoger gegaan. Basis kader was gecombineerd. Ging ook heel goed en heel gemakkelijk. En de laatste 2 jaar heb ik nog TL gedaan. En daar ben ik ook uiteindelijk afgestudeerd. X.Isa-laagstreepje vraagt. Wat was / is je lievelingsvak? Ik vond het heel erg leuk. Maatschappijen vond ik heel erg leuk. Gewoon, ik weet niet. Er werden altijd leuke onderwerpen besproken en zo. Maar ik vond ook kunst en creatieve dingen heel erg leuk. En dat vond ik eigenlijk een hele leuke vak. Een beetje dat je echt met mensen bezig was of echt creatieve dingen kon doen. Verzorging vond ik ook heel erg leuk. Alleen hadden we daar een beetje een rare docent voor. Dus dat vond ik dan weer niet zo leuk. Maar zulke soort en biologie, dat vond ik ook wel leuk. Maar echt als het ging om rekenen of taal, dan vond ik het meestal niet zo heel erg leuk. En gym vond ik echt verschrikkelijk. Dat was echt, daar had ik soms zelfs wel buikpijn van. Zo erg vond ik dat. Dan gaan we verder met de werkvragen. Kusje Majori vraagt, wat wou je vroeger worden? Vroeger heb ik heel veel dingen willen worden. Als echt klein meisje wilde ik graag moeder worden of prinses. Zulke soort dingen. Maar eigenlijk heb ik altijd al wilde ik heel graag iets met kinderen doen. Dat doe ik uiteindelijk ook. Wilde ik heel graag iets met kinderen doen. Dat is eigenlijk altijd een beetje gebleven. Dan was het een soort, oh ik wil kapper worden. Of misschien iets met kinderen. Het was altijd iets of met kinderen. Dus kapper wilde ik ook wel worden. Of ik wilde ook wel modeontwerper worden. Leek me ook heel erg leuk. Heel veel creatieve dingen. Het leek me leuk om een eigen bedrijf te starten. Ik wilde een eigen kinderdagverblijf starten. Uiteindelijk ben ik daarop afgestapt omdat me dat eigenlijk niet heel erg leuk lijkt om een eigen kinderdagverblijf te starten. Zeker niet in de, hoe het er nu uitziet in de kinderdagverblijven. Maar ja, ik wilde wel heel veel dingen doen, maar altijd iets met kinderen ook. Kiki Schulske vraagt, wat was je allereerste bijbaantje? En mijn allereerste bijbaantje was gewoon oppassen bij mensen aan huis, zeg maar. Ouders gingen weg en dan paste ik op de kinderen. Ze sliepen dan vaak, dus dat was niet, was gewoon ook zwart en niet heel erg boeiend op zich. Ik doe dat nog steeds wel eens, vind ik ook heel erg leuk. Ik ben gewoon dol op kinderen.
Maar mijn eerste echte officiële witte bijbaantje, zeg maar, om het zo maar te zeggen, was bij Kruidvat. Toen was ik 16. Ik had mijn examen gehad van de middelbare school. En ik zocht een vakantiebaantje. En ik ben daarna daar ook gebleven. Zo'n 2-3 jaar, volgens mij 3 jaar. Daar ook nog een diplomaatje gehaald en zo. Dat was best wel leuk werk. Was gewoon vakken vullen of achter de kassa of in het magazijn artikelen prijzen en zo. Dus dat was gewoon hartstikke leuk. Wat leuke collega's. En uiteindelijk ben ik daar weggegaan. Omdat ik het toch niet zo heel erg naar mijn zin had. En ik bijna klaar was met mijn mbo-opleiding. En dat ik gewoon daar graag in wilde werken. En niet meer bij het Kruidvat. Dus ja, het was wel heel erg leuk. Leuke eerste baan. Jip van Walree vraagt. Wat voor werk wil je never, nooit, ooit gaan doen? Iets wat ik echt nooit zou willen doen qua werk is iets met cijfertjes of zo. Of met getallen. Of ja, daar ben ik gewoon helemaal niet goed in. En je moet gewoon niet iets doen waar je niet goed in bent. Want dan vind je het automatisch ook niet leuk. Je kan natuurlijk wel aan groeien. Dat geloof ik echt wel. Dat je daar dingen in kan leren. Maar ik denk niet dat ik daar op mijn plek zou zitten. Ook als ik... ik wil gewoon graag iets met mensen doen ook. En als dat er niet in zit, dan ja, vind ik het al snel niet heel erg leuk. Romy M vraagt welke opleiding doe je? Ik doe nu geen opleiding. Ik heb opleiding pedagogisch werker gedaan. Op mbo ROC Aza was dat. Die heb ik gedaan en sindsdien werk ik in de kinderopvang. Verschillende baantjes heb ik gehad. Soms 3 tegelijk, soms 1 tegelijk. Maar altijd iets met kinderen. Evelien, laatst heb je Verbiesen, vraagt als je moet kiezen, wat, zou je liever dan olifantenverzorger zijn of buschauffeur? Ik denk dat ik dan liever buschauffeur zou zijn. Of chauffeuse, ik weet eigenlijk niet. Dan zou ik buschauffeur kiezen, denk ik. Omdat je dan toch... ja, ik vind autorijden op zich wel leuk. Ik weet niet of ik een bus zou kunnen besturen eigenlijk. Maar je bent dan toch met mensen in contact. Goedemiddag, goedemorgen. Oh, wilt u een kaartje? Dan ben je toch met mensen. En ja, olifanten verzorgen. Ja, lijkt me ook... Ja, olifanten zijn best groot. En ze poepen. Dan heb ik toch liever kinderen. Die zijn iets minder groot en die poepen iets minder vaak. Of iets minder veel, denk ik. Dus dan zou ik kiezen voor buschauffeur. Aurora Samantha vraagt, wat is je droombaan? En eigenlijk mijn droombaan, wat ik echt heel graag zou willen, is een parttime baan. Dan de ene helft van de week, zeg maar, zou ik heel graag in de kinderopvang willen werken. Wat ik nu ook eigenlijk doe, maar nu ben ik inval. Zou ik echt een vaste groep willen, een peutergroep. Dat ik daar gewoon 2 of 3 dagen ben en dan alle kinderen ken en alle ouders ken. En gewoon gezellig mijn eigen groep, mijn eigen plekje. En dan de andere helft van de week zou ik heel graag mijn blog als baan willen hebben. Vind ik super leuk om te doen. Ben ik ook heel erg creatief mee bezig. En met beauty en met fashion. En dat vind ik ook heel erg leuk. Dus ik denk dat dat voor mij zou dat echt de perfecte baan zijn. En ik hoop dat ooit te kunnen bereiken. En dan nog een vraag van Kato. Laatst heb je M. Wat was je gênantste moment op school / werk? Ik vind dat altijd hele moeilijke vragen. Want altijd die gênante dingen probeer ik altijd zo snel mogelijk te vergeten. Maar dan weet ik toevallig van afgelopen week. Een leuk verhaal van een gênant moment op mijn werk. Ik ben inval en ik was op kinderdagverblijf en ik ging nog naar een groep toe. En ja, dan komen de ouders binnen met kinderen. En ik ken die ouders en kinderen niet altijd. Soms wel, maar in dit geval ken ik die, ja, die ouder en het kind kende ik niet. Dus kwam een man binnen met 2 kindjes, hartstikke leuk natuurlijk. En gewoon, hoi, goedemorgen. Nou ja, en die man was binnen en de kindjes ook. En hij zei, oh, ik ben even wat vergeten in de auto, die ging dat even halen. Dus nou, prima, tot zo, de kindjes waren al bij ons. Helemaal niet erg. En toen zei die collega, oh, waar? Zei ik, oh ja, de opa van Pietje en Puk, die is even nog naar de auto. Opa, dat is gewoon de vader. Oh, maar ja, gelukkig was die vader er niet bij. Dan was het heel awkward geweest. Het was een iets oudere vader. En dat kan natuurlijk gewoon. Maar ik dacht gewoon, oh, dat is opa. Die komt de kleinkinderen brengen of zo. Ja, want dat is natuurlijk als je helemaal niks weet. Was ook nog een babytje en zo. Nou ja, goed. Dus dat was een beetje awkward. En mijn collega die pakte het heel goed op en zei, oh ja, haha, maakt niet uit. Toen dacht ik wel, oh, dat is echt awkward. Gelukkig is die vader er niet bij. Want als ik het dan had gezegd, oh, dat had echt heel, heel awkward geweest. Ja. Ja, zo maak je dingen mee en zo doe je domme dingen. En dat is helemaal niet erg. Daar leer je ook van. En nu weet ik heel goed dat dat de vader is van die kindjes. Dus die fout ga ik nooit meer maken. Dit was de Q&A. Ik hoop dat je hem leuk vond. Ik ben heel erg benieuwd naar jouw grootste werk- of schoolblunder. Dus laat die even achter in de reacties. Vergeet geen duimpje omhoog te doen natuurlijk. En te abonneren als je dat nog niet hebt gedaan. En dan zie ik je de volgende keer weer. Doeg!